Welkom allemaal alweer op de 18e aflevering van de Polygon Seahorse podcast. Vandaag een Itofa speciale aflevering. Wij zijn niet met het voltallige panel vanavond, maar ik heb enkel Geert Nies te gast. Welkom Geert. Goedenavond Glenn. En hoe is het? Goed. En met jullie? Oké. Okay. Ja, ça va. Drukke tijden, maar ik denk dat dat langs jullie kant of uw kant zal zijn. Hè. Geert, we gaan het vandaag uitsluitend over onderwaterfotografie hebben en specifiek over macrofotografie. Een beetje een iets technischere aflevering misschien, dan misschien voor de, laten we zeggen, de gewone duiker iets minder interessant zou kunnen zijn. Alhoewel dat ik vind dat dat toch wel een onderwerp is dat heel veel mensen zou kunnen aanspreken, ook al ben je niet met onderwaterfotografie bezig. Het kan misschien een stimulans worden of zijn om er toch mee te gaan starten, maar zeker en vast voor de onderwaterfotografen onder onze duikers gaat dit een zeer interessante aflevering worden, want zoals gezegd, we gaan het hebben over macrofotografie. Maar Geert, macrofotografie, wat is dat nu juist? Kan je daar eigenlijk eens een duidelijke definitie van geven? Ja, een duidelijke definitie is misschien een beetje moeilijk, maar het woord macro zegt het zelf een beetje. Macro wil zeggen groot. Niet dat we grote dingen gaan fotograferen, we gaan het net andersom doen. We gaan kleine dingen fotograferen, maar we gaan ze groot uitvergroten. En het is een beetje hetzelfde wat men in de microscoop doet. Hè? Daar heb je die tegenstelling, micro-macro, kleine dingen gaan uitvergroten. En dat is eigenlijk het mooie aan macrofotografie. Men gaat dingen fotograferen die men eigenlijk met het blote oog niet kan zien. Of alleszins nooit zo goed kan zien dan wanneer men ze zou fotograferen. Kleine krabbetjes met haartjes op of ik weet niet wat. Die kan men dan helemaal in detail fotograferen. En achteraf, als men de foto bekijkt, dan ziet men eigenlijk pas wat een fascinerend diertje dat is. En dat maakt het altijd zo mooi. Hè? Is dat men eigenlijk tijdens het duik nog niet ziet hoe fantastische beelden men gemaakt heeft. Hè? Ja, dat het is klopt. Altijd een beetje spannend. Hè? Het zijn ook vaak de macrofoto's die bij mensen die niet duiken tot het de verbeelding spreken. Hè. Het is inderdaad die details die dat we dan kunnen zien. Het geeft toch onmiddellijk een heel ander beleving van wat dat wij als duiker onder water zien. Hè. Ja, want de meeste duikers die kennen zelfs die diertjes ook niet, of hoe ze het er in het echt allemaal uitzien, omdat het bijna, met het blote oog bijna niet te zien is. Hè. Nee, klopt. Het is op zich uiteindelijk ook een sport of een tak in de onderwaterfotografie, die toch wel wat specialisme vraagt. Hè. Het principe van macrofotografie, hoe begin je er eigenlijk aan? Welk principe zit erachter? Mm-hmm. Eigenlijk de techniek voor macrofotografie te doen is eigenlijk de makkelijkste van alle technieken binnen de onderwaterfotografie. En vandaar is het ook een techniek die ik de meeste van mijn cursisten of klanten aanraad om mee te starten. Men kan daar heel leuke resultaten mee halen met de kleinste investering, zal ik maar zeggen. Hè. En het principe, ik vergelijk het altijd als ik aan de cursisten uitleg wat is macrofotografie. Dan probeer ik het te vergelijken met een beamer of een projector. Die kennen we allemaal. Hè. Men gaat via een projector op een muur wat projecteren. En wat is nu macrofotografie? Is eigenlijk het geheel wat uitvergroten. Hoe doen we dat nu? Dus we gaan die beamer of die projector dan wat verder van de muur plaatsen. Dan krijgen we een veel groter beeld op de muur, waardoor we kleine details gaan beginnen zien. Die kunnen we dan op die manier gaan uitvergroten. Dat kan iedereen zich wel voorstellen. En dadelijk kom ik wel terug op wat de techniek is in hoe we dat vertalen naar onze camera. Maar eigenlijk in die metafoor kan ik al een aantal dingen vertellen die belangrijk zijn om de techniek goed te snappen. Hè. We begrijpen allemaal hoe verder weg dat we onze beamer van de muur brengen, des te groter is de vergroting. Wat we ook wel zien is, wanneer we die beamer of projector verder van de muur brengen, dat eigenlijk de lichtintensiteit van het beeld zwakker wordt. Hè. Als we een beamer op een meter van een muur zetten, of 5 meter, dan gaat het al veel minder lichtsterk zijn, ons beeld. Het licht moet verdeeld worden over een veel grotere oppervlakte. Hè. Dat is hetgeen wat we dan ook gaan meemaken als we onder water gaan fotograferen. Een tweede ding wat we ook wel allemaal kunnen voorstellen, hoe meer dat onze beamer een telelens heeft, des te verder kunnen we
die beamer van de muur brengen om dezelfde vergroting op de muur te hebben tegen als we een breedhoeklens hebben, dan kunnen we veel dichterbij komen om datzelfde te hebben. Dat gaat ook achteraf, gaan we dat ook kunnen benutten, die techniek. Dus met breedhoeklenzen kan men veel dichterbij komen dan met telelenzen. Dus hoeveel langer je telelens is, hoeveel millimeter, hoe groter dat getal is, des te verder weg kun je van je onderwerp blijven. Hè? Iedereen weet dat wel, als vogeltjes gefotografeerd worden, dan hebben we een telelens nodig. En ja. Als we een bos gaan fotograferen, dan hebben we een breedhoeklens nodig. Hè? Ja. Dus dat zijn zo'n beetje de basisprincipes. En als je dat goed snapt, dan weet je ongeveer wat er gebeurt in de macrofotografie. Hè? Ja. De vergelijking met dat achteruitschuiven van je projector, dat is eigenlijk wel inderdaad een heel goede vergelijking, omdat je daar heel goed dat je dan eigenlijk heel goed begrijpt van wat er gebeurt als je ook met je flitsers verder weg gaat, dan krijg je uiteraard veel minder licht. Ja. En als je dichterbij komt, ja, dan krijg je veel meer licht. Maar daar is dan weer de kwestie, maar daar komen we straks denk ik toch wel op, over hoe dat je best flitst en hoe dat je de belichting corrigeert. Dat je daar ook rekening moet mee houden, dat je dan op die moment je flitsers gaat eigenlijk gaan aanpassen in functie van de lichtintensiteit dat je nodig hebt als je dichterbij komt. Nu, op technische vlak zijn er wel wat consequenties, denk ik, bij deze soort van fotografieën. Ja, er zijn nu verschillende manieren, want ja, die beamer die verder en dichter bij de muur komt, dat is alleen maar om aan te geven, oké, wat gebeurt er nu, maar hoe gaan we dat in de praktijk zetten? En er zijn eigenlijk verschillende methodes om een macro-opname te maken. En de meest voor de hand liggende is dat iedereen naar de winkel gaat en zegt, ik koop mij een macro-lens. Daarmee is alles opgelost. Maar wat is dat nu eigenlijk, een macro-lens? Eigenlijk kan ik zeggen, dat is niks spannends aan, dat is een lens zoals een ander lens. Alleen die kan een stukje verder uitrijden dan normaal. Ja, normaal zeg ik, ja, wat is normaal? Iedereen weet wel, oké, ik koop een lens en die stelt scherp van oneindig. Als ik ergens iets in de bergen zie, dat is op oneindig, daar kan ik op focussen. En als ik dichterbij kom naar onderwerpen, dan ga ik die lens moeten uitrijden, uitschuiven. Meestal is dat draaien, dan gaat die uitschuiven. En dan kan ik scherp stellen op dingen die dichterbij zijn. Maar op een gegeven moment stopt dat. Hè? De ene lens kan vrij dichtkomen en de andere lens heeft een grotere minimum focus afstand, noemen we dat. En wat is dat nu? Want waarom bouwen die fabrikanten in één keer een lens die tot daar stopt? Dat heeft eigenlijk te maken met de lichtmeter. Hè? Zoals ik juist al zei, hoe verder we die lens uitrijden, des te verder komt die lens van onze CCD in de camera, waardoor het licht wat die projecteert zwakker wordt. Hè? En onze camera heeft een lichtmeter en die gaat dan zeggen, ik meet zoveel licht, dus ik moet dat diafragma, die sluitertijd en die ISO-waarde gebruiken om een goede belichting te hebben. En ergens moeten we daar binnen die grenzen blijven. En daarom zegt de fabrikanten van fototoestellen, of van lenzen eerder eigenlijk, zeggen van, als uw lens een halve stop lichtverlies heeft, dan moet die stoppen, want anders is onze lichtmeter niet correct. Ja. Maar die halve stop, dat is misschien ook iets dat bij veel mensen niet helemaal duidelijk is wat dat is. Daar wordt heel veel onder fotografen over gesproken, van ene stop overbelichten of onderbelichten. Ja. Wat is dat juist? Ja, een stop is eigenlijk, als je een beetje met fotografie bezig bent, dan weet je dat je eigenlijk met die drie parameters, ISO-waarde, sluitertijd en diafragma, kan spelen. Men heeft een bepaalde instelling en men weet, als men ons diafragma één stap, want dat gaat in stappen, he, en daar komt het woord stop van, een stap. Ja. Eén stap hoger zet, dan kan men de andere parameter een stap lager zetten om hetzelfde effect te hebben. En daarom spreekt men altijd van één stap meer of minder. En zo zegt men ook, oké, ik wil mijn foto één stop overbelichten. Dus ik ga één parameter veranderen zonder aan die ander te komen. Dan gaat de belichting veranderen. En op die manier zeggen we, dat doen we in stappen. Mm-hmm. En ze zeggen, als we een halve stap of stop over of onderbelicht zijn, dan moet die lens stoppen met scherpstellen. En dat is eigenlijk waar ik juist in het verhaal zei, van dat is de minimum focus afstand. Mm-hmm, mm-hmm. Okay. En een macrolens, wat is nu het verschil met die macrolens? Die zegt, we gaan toch verder. En daarom staat eigenlijk op een macrolens ook een knopje en daar staat op limit. Dat wil zeggen, hier gebruik ik die lens eigenlijk als een gewoon lens. Ik loop tot tegen de limit, dat is mijn minimum focus afstand. En als ik dat knopje omswitch, dan laat die lens toe om nog verder uit te schuiven. En dan weet je, oké, ik ga over de limit, ik moet mijn lichtmeter compenseren. Vandaar komt dat. Tegenwoordig is dat allemaal met computers, die compenseren dat zelf. Maar daarom is eigenlijk dat knopje op die lens van, tot hier is het een gewone lens, vanaf het knopje schakel ik om, gaat die verder, is het een macrolens. Dat wil zeggen, dan ga ik verder kunnen uitrijden en ga ik dichterbij kunnen komen.
Dat is zo'n beetje het principe van een macrolens. En natuurlijk, er zijn nog andere methodes om macro-opnames te maken. Dat zijn bijvoorbeeld tussenringen. Want het komt al op hetzelfde neer. Ik moet mijn lens verder wegbrengen van mijn CCD, waardoor ik een grotere uitvergroting heb, denk aan die beamer, om details te kunnen zien. Ja, maar, dus, Gert, maar ik ben nog even terug naar die macro-lenzen. Je hebt daar een 60 mm macro, 100 mm macro, 150 mm macro. Wat bepaalt de keuze? De keuze heeft vooral te maken met de afstand tot ons onderwerp. Dus er is een regel, je kan dat wel eens gaan opzoeken, dat is vrij technisch. Die zegt, wanneer men een 1-op-1 opname maakt, een 1-op-1 opname, dat wil zeggen dat mijn onderwerp, zoals het een ware grootte is, op ware grootte op de CCD wordt afgebeeld. Als mijn CCD een middenformaat is, 35 mm, en ik heb een granaaltje van 35 mm, dan is die helemaal beeldvullend op mijn CCD. Dat is 1-op-1. En 1-op-1 heeft dan de eigenschap dat eigenlijk de afstand van de lens tot je CCD, wat 100 mm is bijvoorbeeld, is ook de afstand van je lens tot je onderwerp. Een 200 mm lens is vanaf de lens tot aan het onderwerp 200 mm. Bij een 100 mm is dat 100 mm, bij een 60 is dat 60. Je ziet, hoe korter de brandpuntsafstand, des te dichterbij kunt of moet je komen om je 1-op-1 opname te maken. Ja, dus eigenlijk gewoon de lengte van die macrolens bepaalt in feite ook een stuk de mate van de vergroting. De vergroting blijft eigenlijk hetzelfde. Al die lenzen gaan 1-op-1. Kun je allemaal 1-op-1 mee komen. Maar bij de ene, bij de 200 mm, kan ik die 1-op-1 opname maken. Op 200 mm afstand van mijn onderwerp. Die ander 100 en ander 60. Dat zal straks ons helpen wanneer we wat slechter zicht hebben. Of als dieren moeilijk te benaderen zijn. Ja, dan moeten we een keuze maken in die lenzen. Hè? Ja, oké. Dat is een beetje, was het dat? Dat was iets dat even tussendoor kwam, waar ik aan dacht. Doe maar. De tussenringen, hè? Dus inderdaad, dat is ook weer een andere methode. Hè? Ja, een tussenring is eigenlijk gewoon een ring, een gewone koker eigenlijk, daar zit geen lens in, niks. Die wordt tussen eigenlijk de camera en de lens geplaatst, waardoor die lens eigenlijk naar voren gebracht wordt en eigenlijk zijn focusbereik verlegd wordt in plaats van oneindig naar minimum focusafstand van bijvoorbeeld 2 meter naar 10 centimeter. Dus hoe langer die ring wordt, des te dichter moeten we bij ons onderwerp komen om dat te fotograferen, maar des te groter wordt de vergroting ook. En daar kan men mee spelen. Meestal verkoopt men die tussenringen in verschillende maten en kan men die combineren, de smalste met de grootste, en zo kan je zelf die vergroting een beetje bepalen. Een tussenring is niet hetzelfde als een verdubbelaar, hè? Nee, een verdubbelaar is nog iets anders. Dat wordt ook wel eens gebruikt in de macrofotografie. En dat is eigenlijk als je naar 1-op-1 zou gaan, een vergroting, en je stikt er een verdubbeling tussen, dan heb je dan nog eens een verdubbeling, maar ook een verdubbeling van je vergroting. Dus als je een lens neemt die maximale vergroting heeft van 1-op-1, zoals de meeste macrolenzen zijn, en je stikt er nog een verdubbelaar tussen, dan kan je fotograferen tot 2-op-1. Ja. Dus daarom wordt dat ook wel eens gebruikt voor die hele kleine dingen te fotograferen. Het nadeel is natuurlijk, als je die ertussen zet, dan is alles verdubbeld. Dat wil zeggen dat je maar een heel kleine speling hebt, dan kan je alleen maar die kleine dingen fotograferen. Ja. Dat is soms een nadeel, maar als je zegt van ik weet wat ik ga fotograferen en ik ga het vinden tijdens mijn duik, dan is dat wel een goede oplossing. Hè? Ja, oké. Dus eigenlijk die verdubbelaar, die zorgt effectief ook voor dat je onderwerp dubbel zo groot eigenlijk. Dus een dubbele vergroting levert die. Ja, ja, ja. Maar het geeft dan ook weer, je moet ook weer dichterbij komen. Hè? Dat komt op hetzelfde neer. Hè? Want eigenlijk, wat doet die verdubbelaar? Die maakt bijvoorbeeld van een 100 mm lens een 200 mm lens. Dus dat is wat hij doet. Dat is duidelijk. Ja, dat is duidelijk. Iedereen heeft ook de voorzetlenzen. Dat is ook iets dat tegenwoordig heel veel gebruikt wordt. Een derde of een vierde manier eigenlijk om macro-opnames te maken. Dat zijn eigenlijk lenzen, net zoals brilglazen, die men nog eens van voor op de lens zet, die een extra vergroting geven. En eigenlijk, je kan die vergelijken, die diopterlenzen, met brilglazen om te lezen.
Wat gebeurt er nu met mensen die niet meer goed kunnen lezen? Wat wil dat zeggen? Onze ogen worden zwakker en kunnen niet meer zo dicht focussen. Dat zie je mensen die slechter beginnen zien of kunnen lezen, die gaan dat onderwerp steeds verder van hen afbrengen. Van, ah ja, op die afstand kan ik het nog lezen. En hoe slechter je ogen worden, hoe verder weg je die moet houden. Ja. Dus wat doen nu brilglazen? Die projecteren eigenlijk hetgeen wat je ziet naar een verdere afstand. Dus dan kan je een boek houden op 20 centimeter. En als je door die lenzen kijkt, dan zie ik dat eigenlijk op een halve meter bijvoorbeeld. Ja. En daar werken mijn ogen wel nog in dat bereik. Dus ik zie het wel scherp deze keer. Hè. Mm-hmm. En dat is geen wat er ook gebeurt met die diopterlenzen die je ervoor zet. Die gaan eigenlijk het onderwerp verder weg brengen, waardoor ik meer marge krijg om te focussen. Hè. Ja, maar die diopters of die voorzetlenzen, die hebben ook wel de eigenschap om de randen eigenlijk onscherp te krijgen. Ja, hè? Ja, het is een compromis. Hè. Eigenlijk zijn die lenzen alleen maar in het midden perfect. Hè. Mm-hmm. Daar werken die goed, maar hoe meer, iedereen weet dat wel van een vergrootglas, dat is ook een diopterlens. Ja, als je daardoor kijkt in het midden, beeld die haarscherp af, maar hoe meer je naar de zijkanten kijkt, wordt dat heel blur en is dat eigenlijk onscherp. Ja, daar moet je een beetje mee oppassen. Als je te sterke vergrotings- of te sterke diopters gaat gebruiken, is dat die in de hoeken wat gaat vertekenen. Ja. Maar meestal in de macrofotografie valt dat mee, omdat hoe meer men gaat diafragmeren, kunnen we straks misschien nog wat van vertellen, des te minder ga je van die zijkanten zien. Hè? Dus als die diafragma helemaal dichtgeknepen wordt, dan ga je vooral het midden van je lens gebruiken. En dan ga je daar minder last van hebben. Hè? Ja, ja. Maar hoe sterker je gaat, hoe sneller dat effect naar de randen toe begint te komen. Hè? Ja, inderdaad. Dus inderdaad, die hoeken, die hoekonscherpte, ja. Dat is een heel belangrijke factor waar dat je eigenlijk moet mee leren spelen in functie van je diafragma dan eigenlijk. Ja, je probeert het te compenseren, hè, maar dit is geen zaligmakende methode. Hè. Ja. Dus men weet natuurlijk, als men te sterk gaat versterken met diopters, ja, dan gaat je hoekvertekening krijgen. Hè. En met diafragmeren kan men dat verbeteren, maar men kan dat niet volledig wegkrijgen. Hè. Dus daarom zeg ik altijd, als je diopters gebruikt, probeer dat ook te combineren. Want een diopter heeft ook wel heel grote voordelen. Hè. Zeker als je natte diopters hebt, die kan je onder water ervoor zetten en eraf zetten. Dus straks zeiden we, die verdubbelaar, ja, die moet je tussen je lens en je camera steken. Ja, kan je onder water niet meer gaan veranderen. Dus in die zin zijn wet diopters, natte diopters, die men nog eens onder water kan voorzetten, wel een methode om te zeggen, ik heb nu toch wel een iets kleiner onderwerpje gevonden. Dat mijn 1-op-1 opname is niet toereikend. Dan zet ik er een diopter voor en heb ik toch nog weer wat extra. Ja. En op die manier kan men wat spelen met hetgeen men kan vinden. Klopt, hè? Klopt. Dus eigenlijk heeft dat veel meer voordeel dan inderdaad met een verdubbelaar te gaan werken op dit moment. Ja. Heb je daar ook verschillende versies in of verschillende vergrotingsfactors? Dat wordt een diopterwaarde genoemd. Hè? Een positieve diopter, dat is eigenlijk voor leesbrilglazen om dingen verder weg te projecteren. Negatieve diopters, dat is voor mensen die van ver niet goed zien, die brengen alles dichterbij. Hè? Dus in die zin worden diopters uitgedrukt in een pluswaarde. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. En er bestaan er zelfs in onderwater, heb je die ook in de ganse sets van plus 10. Dat is vrij sterk. Hè? Maar plus 10 wil dat dan zeggen, maal 10 vergroten? Nee. Nee, niet per se. Nee, eigenlijk is dat dat je 10 keer dichterbij kan komen. Het is eigenlijk een verhouding ten opzichte van wat je op 1 meter ziet. Hè? Hoe dichter kan je dan komen? Een plus 10 kan je op 10 centimeter komen. Hij focust op 1 meter. En je kunt 10 centimeter dicht komen en je camera focust op 1 meter. Daar komt het zo'n beetje op neer. Dat is wel vrij wiskundig, maar zo wordt dat eigenlijk uitgedrukt. Eigenlijk is dat je camera een beetje bedoelde dat je doet. Daar komt het altijd op neer. Hè? Die lens moet je in een bepaalde positie brengen met alle toeters en bellen om het effect te krijgen wat men wil. Maar meestal moet men compromissen sluiten. Hè? Want wat je ook doet, zoals je straks zei, hoe verder weg je gaat, hoe minder lichtsterk het wordt, dan moet je dat weer gaan compenseren. En zo blijft het eigenlijk continu een compromis zoeken van wat is in mijn situatie nu het beste om te doen of waar haal ik het maximale uit mijn foto. Hè? Ja. En je hebt al die parameters hebben hun consequenties en we zeggen in dit geval kies ik voor die parameter. En dat is het mooie aan fotografie, door die stoppensysteem van het een omhoog, het andere naar beneden met hetzelfde effect, heb ik toch de parameters die ik wil wat meer in de verf gezet. Hè? Ja. Een gouden regel in macrofotografie is zo dicht mogelijk op je onderwerp komen. Enfin,
in fotografie is dat denk ik een beetje, ja, zeker in onderwaterfotografie. In onderwaterfotografie vooral. Hè? Is dat de grote stelregel. Ja. Niet alleen om het onderwerp mooi beeldvullend te krijgen, maar het heeft natuurlijk ook nog veel andere redenen. Ik denk aan het compenseren van zweefvuil. Hoe minder water tussen uw lens en uw onderwerp, hoe minder vuil of zweefvuil dat je op de foto meekrijgt. Ja, ja. Maar ook naar kleuren. Hè? Dat is eigenlijk voor breedhoekopnames, zegt men ook, zo dicht mogelijk bijkomen. Dat is vooral om zo weinig mogelijk kleurverlies te hebben. Hè? En onder water gaat dat vrij snel. De rode tint, de intens rode tint, die is men vrij snel kwijt onder water. Hè? En dan mag men de sterkste flitsers ter wereld hebben, de sterkste verlichting ter wereld. Zelfs de zon slaagt er niet in om rood op 3 meter terug te brengen. Hè? Nee. Dat is uit het water gefilterd en dat breng je niet terug. Behalve door heel dichtbij te gaan, kunstlicht erbij te zetten. En dan kun je die intensieve kleuren weer terugkrijgen. Hè? Ja, en dus de macrofotografie zijn daarom altijd heel kleurrijke foto's. Hè? Ja, klopt. Breedhoekopnames durft dat wel al eens afwijken. Als men niet dicht genoeg bij een onderwerp kan komen, worden die kleuren snel wat fletser. Ja. Maar in macrofotografie heb je de volle kleuren. Mm-hmm. En soms wordt er zelfs mee gespeeld, want dat is ook nog eentje wat soms over gediscuteerd wordt, over de kleurtemperatuur van de flitser. Ah, ja. Men zegt altijd, het licht of uw camera is gemaakt voor daglicht, dat is 5000 Kelvin. Dus als je een flitser gebruikt van 5000 Kelvin, bots je daglicht na. Natuurlijk, als dan uit dat daglicht weer wat rood licht gaat gefilterd worden, dan verliest men daar, want wordt dat licht, hoe verder weg men de flitser zet, wordt dat wat blauwer. En daarom wordt er ons gezegd, ik gebruik liever wat warme flitsers van 4000 Kelvin. Die zijn wat roder, waardoor ik eigenlijk het licht wat ik verlies op die afstand een beetje kan compenseren. Ja. Dat zijn allemaal van die technieken zo, om te zeggen, van ja, als ik macro's maak en ik wil toch wat dat rode kleur hebben, heb ik liever een iets warmere... Eigenlijk wel een vrij logische beredenering, vind ik wel. Ja, dat is ook zo. En sommigen spelen er ook een beetje mee, zoals Alex Muster bijvoorbeeld. Die gebruikt eigenlijk kleurfilters op zijn lenzen. Maar dat is maar een heel klein beetje dat rood er terug ingebracht wordt. Dat is niet helemaal rood, maar je ziet er bijna mee een blauwe oog, maar het geeft een iets warmere tint aan je onderwerp achteraf. Hè. Ja, klopt. Wat ook natuurlijk niet te onderschatten is bij macrofotografie, zeker als je richting een 200 mm macrolens gaat, het is ook een kwestie van oefening. Hè? Noem je ook wel een bepaalde toepassing. 200 mm, dat is niet zonder oefening kan je daar niks mee doen. Hè? Nee, hè, want uiteindelijk zit je daar zeer snel met een beperkte scherptediepte met een 200 mm, waardoor dat je... Ja, een heel stabiele hand moet hebben, een perfecte uittrimming moet hebben. Of ja, zelfs bijna denk ik ook vaak gewoon met een soort van statiefsysteem moeten kunnen werken om daar iets mee te doen, hè, denk je dan? Ja, statief is ook niet altijd zaligmakend. Het idee is, achter de tekentafel klopt dat helemaal, maar in de natuur is dat meestal wat anders, want dat diertje of wat dan ook wat je wilt gaan fotograferen zit ook niet stil. Als je een statief helemaal opgesteld hebt en in één keer heeft hij de beslissing genomen om op een andere steen te gaan zitten, ja, dan kan we helemaal opnieuw beginnen. Hè? Ja. Dus het is allemaal niet zo eenvoudig. En zeker als je spreekt van een 200 mm lens, ja, ik weet niet, mensen die ons geprobeerd hebben, als je maar een millimeter zakt, ja, dan is heel je onderwerp al uit beeld. Hè? Mm-hmm. Dus je moet heel stabiel, bijna niet bewegen. En dan moet je hem nog scherp stellen, hè? Want het kan zijn dat ik hem in het vizier heb, maar dan moet je ook nog erop gefocust zijn, want dat nadeel is, zoals je zelf zegt, heel weinig scherpte diepen. Als die nooit de focus opstaat, en doordat het beeld niet stabiel is, kan het zijn dat die autofocus in één keer op de achtergrond gaat scherpstellen. Hè? Dan schiet je in één keer aan je onderwerp voorbij en dan moet je terugfocussen. Dat zijn echt vermoeiende duiken als je die wilt gaan doen met zo'n lens. Hè? Ja. En dan hopen dat het diertje nog juist zit en juist kijkt naar de camera. Ja. Dan is het eigenlijk veel beter om te opteren voor een 60 mm bijvoorbeeld en dat je dan inderdaad met die opters begint te werken om toch op een of andere manier... Een grotere vergroting te krijgen makkelijker dichterbij te kunnen komen. Ja, maar daar noem je eigenlijk twee dingen die niet te combineren vallen. Hè? Je zegt, je gaf er de 60 mm, zoals we dat straks zeiden. Als je een 1-op-1 opname gaat doen met een 60 mm lens, wil dat zeggen dat je onderwerp 60 mm van je lens zit. Dat is maar zo'n klein stukje. Als je dan nog een diopter gaat voorzetten, dan gaat het niet meer. Dan moet mijn onderwerp tegen de lens aanplakken.
Dus die opters gaan ook alleen maar als je wat grotere brandpuntsafstanden hebt. Hè. Okay. En dan kan je weer wat dichterbij komen. Maar een 60 mm, ja, daar moet je al heel dichtbij komen. En meestal gebruik je die in wat water met slechter zicht. Hè. Want anders heb je te veel backscatter. Hè. Als het zweefvuil wat tussen eigenlijk je lens en het onderwerp zit. Als je al begint aan te flitsen en het is niet scherp, dan krijgen we die witte vlekken in beeld. Ja. Dus hoe korter je eigenlijk bij je onderwerp komt, des te minder kans dat je daar stofdeeltjes gaat aanflitsen. Ja. Maar als je zegt van ik wil dat nog gaan vergroten, ja, dan wordt het vrij moeilijk. Want dan moet je bijna het onderwerp tegen je frontglas beginnen duwen. Ja. Dat wordt heel moeilijk. En meestal is het de combinatie van slecht zicht, gaat maar meestal like in Zeeland naar 60 mm. 100 mm wordt vrij moeilijk, want het minste stof wat je hebt, ga je daar witte vlekken in beeld krijgen, backscatter. En in de tropen is het net andersom natuurlijk. Daar zijn de dieren wat schuwer, omdat het water is helderder. Hè? De dieren zien de fotograaf. In Zeeland zijn meestal de dieren nog niet bewust dat er een fotograaf boven hen hangt. Omdat het zicht continu zo slecht is. Maar in de tropen is dat wat anders. En dan kan men meestal met 60 mm niet veel doen, omdat je moet ook op 6 cm van je onderwerp komen. Hè? En dan wordt dat weer moeilijk. Hè? Dan zeg je, die diertjes laten zich niet zo dicht benaderen. Hup, zijn ze weg. Hè? Dan zeg je, ja, dan heb ik al 100 mm nodig. Misschien wel 200 mm voor nog schuwere dieren. Maar dan krijg je weer problemen met de stabiliteit. Hè? Ja. Ik zeg, het is altijd een compromis zoeken. En er bestaat geen perfecte oplossing. Want telke maal als je zegt, van ik heb het gevonden, ik ga dat doen. Ja, dan heeft dat altijd weer een andere consequentie. Ja. We hebben het al een paar keer aangehaald. Scherpte diepte. Misschien ook niet zo slecht om nog eens een keer even heel hoog over, een keer uit te leggen wat dat scherpte diepte juist is en wat dat eigenlijk in relatie staat, of hoe dat in relatie staat met macrofotografie juist. Ja, eigenlijk is vrij duidelijk. Hè? Macrofotografie, vermits we zo gaan vergroten, gaat de scherpte diepte al een heel stuk naar achter. En willen we eigenlijk maximale scherpte diepte om toch maar wat detail te hebben in onze opname. Maar om op uw vraag terug te komen voor wat is scherpte diepte? Dat is, iedereen kent dat effect wel. Dat is eigenlijk, als we een foto maken, de zone waarbinnen wij het gevoel hebben, oké, dit ervaren wij als zijnde scherp. Op een zeker moment, het onderwerp waarop gefocust wordt, ik zeg maar een gezicht, met focus op het oog is perfect scherp, dan heeft men een zone achter en een zone voor, die ook nog scherp ervaren wordt, en vanaf dan wordt het eigenlijk onscherp. Die zone in waar wij dat scherp ervaren, wordt scherpte diepte genoemd. Dat is de diepte waarbinnen dat het beeld scherp is. En die scherpte diepte, die kan vergroten en verkleinen door meer of minder te diafragmeren. Dus dat diafragma gaat dicht. En eigenlijk komt het er gewoon op neer, is hoe meer we dat diafragma gaan dichtknijpen, des te spitser worden onze lichtbundels. Elk puntje verdeelt licht tot op de lens en wordt nadien teruggeconvergeerd tot op de CCD. Dus zijn eigenlijk twee kegels. Als we nu dat die kegels gaan versmallen, des te smaller die worden, des te kleiner worden die puntjes en des te groter wordt natuurlijk ook die zone die wij ervaren als zijnde scherp. Daar komt er een beetje op neer. Hè? Dus hoe scherper we die kegels kunnen maken, des te groter wordt die zone waarbinnen wij alles scherp ervaren. Dat is ook het probleem met lichtsterke lenzen. Die hebben een vrij grote frontlens, maar wil zeggen die lichtbundel, dat zijn heel grote trechters, waardoor je eigenlijk ook telkenmale grote spotten krijgt voor dingen die niet scherp zijn. Dus scherpte, dieptegebied wordt daardoor een heel stuk kleiner. Hè? Ja. En wat we willen natuurlijk in de macrofotografie is, meestal zeg ik, is veel scherpte, diepte. En pas op, hè, veel mensen verwarren dat ook nog wel eens. Van veel scherpte, diepte wil zeggen dat mijn foto scherper is. Dat is absoluut niet waar. Hè? Scherpte en scherpte, diepte hebben niks met elkaar te maken. Hè? Dus scherpte wordt vooral bepaald door hoe correct is mijn lens. Hè? Het puntje wat ik zie, wat op die lens invalt en wordt terug nadien op het CCD geprojecteerd. Hoe correct is dat? Hoe nauwkeurig is dat? Dat heeft vooral te maken met de lens en het beste diafragma wat erbij past. Hè? Gaat men heel groot gaan, dan gaat men fouten van de lens gaan zien en wordt dat puntje niet meer, wordt dat wat breder en gaat men daar geen 100% scherp puntje krijgen. Van de andere kant, als men heel klein gaat diafragmeren, dan heb je alleen dat kleine gaatje nog waar het licht doorgaat. En dan krijg je een soort, hoe moet ik het zeggen, een opstropping. Dat licht gaat door dat gaatje en die gaan elkaar een beetje beïnvloeden. En dan krijg je ook weer onscherpe foto's. Hè? Ja, de uiterste diafragma's, heel kleine diafragma's en heel grote diafragma's,
geven wel eens onscherpere beelden. Hè? Die gaan de scherpte van het beeld, op waar men gefocust heeft, gaan veranderen. En meestal heeft een lens, en vroeger, dat was wel leuk, had je die lenzen die gekocht, en het beste diafragma waarmee men de scherpste foto's had, dat werd dan in oranje aangeduid. Ja, dat klopt. En zo werd de fotograaf gezegd, probeer zoveel mogelijk met dat diafragma te werken, dan heb je de scherpste foto's. Tegenwoordig is dat niet meer. Staan er geen diafragma soms niet meer op de lenzen. Wordt dat allemaal op de camera ingesteld. Maar dat is eigenlijk de theorie die daar een beetje achter zit. Hè? Dus heel belangrijk is, dus wil niet zeggen, hoe meer scherpte diepte dat we hebben, dat we ook meer, of dat we gescherpere foto's gaan hebben. En moet daar een beetje voor oppassen. Zeker bij de heel grote vergrotingen. Hè? Met die diopters erop en met 2:1, 3:1. Dan durft dat wel eens gaan afwijken. Dan ga je niet echt tevreden zijn over de scherpte van je foto door heel kleine diafragma's te gebruiken. En dat kan soms beter worden door in dit geval toch een iets grotere diafragma te nemen. Dan gaat de scherpte van je foto verbeteren. Maar dan moet je allemaal eens uittesten, want dat is de ene lens ten opzichte van de andere. En er is geen exacte wetenschap. Die heeft allemaal te maken met de bouw van die lens. En je onderwerp op de afstand wat je het gebruikt en zo. Maar probeer het gewoon, maar hou dat in het achterhoofd. Dat scherpte, diepte en scherpte niks met elkaar te maken hebben. Ja, klopt. Maar wij proberen in onze macrofoto meestal zoveel mogelijk scherpte diepte te krijgen. Als we een granaaltje met die tangetjes en sprietjes op, dat we die zoveel mogelijk in beeld hebben. Al die details dat we die zien. Ja, klopt. Hè? Van de andere kant heb je natuurlijk, als je een visportretje, een kleine visje, waar je zegt van oké, die zit mooi te kijken. Ja. Dat is eerder een portret dan. Net zoals wij een portret maken boven water, dat doen we met een telelens, met weinig scherpte diepte, want dan komt eigenlijk ons onderwerp los van de achtergrond. En dat geeft dan wel een mooi beeld. Hè. Dan wordt het onderwerp zo'n beetje in de spotlights gezet en zeg oké, hier willen we de aandacht op vestigen. Ja. Ja. En dan is dat weer mooier. Hè? Als je zo'n foto zou maken met veel scherpte diepte, ja, dan komt die achtergrond er in één keer tegenaan geplakt. Dan is die foto minder goed dan als je wat minder scherpte diepte hebt. Maar in de meeste gevallen van macro willen we meer scherpte diepte. Ja. Dus meer scherpte diepte of zoveel mogelijk scherpte diepte wil zeggen je diafragma volledig toeknijpen. Mm-hmm. Maar heeft natuurlijk ook weer zijn consequenties in het uitlichten van je onderwerp. En dan komen we tot iets... Ja, macrofotografie, daar komt de flitser toch wel bij kijken als een zeer belangrijk onderdeel hè, in macrofotografie. Het is bijna niet mogelijk om macrofoto's te maken zonder flitser. Ja, ook niet naar kleur, maar zeker niet naar licht. Zoals ik daar straks al gezegd had met die projector, hoe verder we die van de muur brengen, dus hoe meer vergroting dat we hebben, hoe donkerder ons beeld gaat zijn. Van de andere kant willen we dan veel scherpte diepte, dan gaan we dat diafragma ook nog eens helemaal dichtknijpen. Dus we gaan alles creëren om eigenlijk het licht gaan tegen te houden. Want die parameters die het licht gaan tegenhouden, gaan onze scherpte diepte vergroten. En dat is hetgeen wat we willen en onze vergroting vergroten. Hè. Maar natuurlijk, dan hebben we wat extra licht nodig om dat te compenseren. Hè. Dus daarom zijn flitsers heel belangrijk voor macrofotografie. Hè. Ja, ja. En welke flitsers hebben we daar dan voor nodig? Ik heb ze in alle maten, vormen en ook het richtgetal. Dat is misschien ook wel iets dat wat kan aangehaald worden. Dat bepaalt de sterkte van een flitser. Wat voor soorten licht heb je eigenlijk allemaal? En met welke soort flitsers kun je die bereiken dan? Misschien ga ik eerst snel iets zeggen over een lamp. Want ik zie ook sommige mensen met macrofotografie met lampen gaan gebruiken. Vind ik persoonlijk niet zo'n goede keuze, maar iedereen moet dat nu zelf bepalen, omdat een lamp eigenlijk een continue lichtbron is. Die heeft nooit zoveel licht als een flitser. Een flitser die laat je op en die boom, geeft een explosie van licht gedurende een heel korte periode, waardoor die eigenlijk duizenden keren sterker is dan een of andere sterke videolamp. Dat is één voordeel wat je hebt. Maar van de andere kant, als je een constante lichtbron op een onderwerp gaat schijnen, een krapje, een visje of ik weet niet wat, ja, die dieren zeggen van, hey, je hebt te veel licht hier, ik ben ermee weg. En dat is een beetje het nadeel, hè, dat je dan eigenlijk je onderwerpen gaat wegjagen met dat vele licht. En, tegenwoordig heb je ook al wel... lampen die daar redelijk sterk zijn als focuslamp te gebruiken en die dan automatisch gaan even uitgaan op het moment dat je flitst. Is dat een voordeel? Is dat een nadeel om op die manier te werken? Of heb je liever zeg van
Dat is toch allemaal niet nodig, die grote, zware focuslampen? Theoretisch gezien, voor de meeste macro-opnames is dat niet nodig, omdat het flitslicht, like ik zeg, 1000 keer sterker is dan die pilootlamp. En als die flitsers afgaan, dan ga je die pilootlamp niet zien. Uitgezonderd op het feit dat sommigen een rode pilootlamp gebruiken. Hè? Want eigenlijk dan ook de focus van onze camera, die heeft eigenlijk rood licht nodig. Die focus op infrarood licht, dus de rode factor in het licht, gaat die gebruiken om scherp te stellen. Dus daarom worden soms wel eens rode lampen gebruikt. Men heeft dat ook op een systeemflitser. Hè? Als je niet kunt scherpstellen, dan gaat er in één keer een rode lamp aan op die flitser. Dat is eigenlijk om je autofocus te ondersteunen, dat die nog kan scherpstellen. Maar natuurlijk, als je zo'n lamp gebruikt, een rode lamp, en je gaat flitsen en je belicht eigenlijk je onderwerp langs de kant waar geen licht gaat komen, ja, dan ga je die rode schijn wel zien. Mm-hmm. Als je zeg maar een onderwerp van links gaat belichten met een rode lamp, rechts ga ik flitsen, in het schaduwgebied gaat dat rood wel nog zichtbaar zijn. Moest dat aan de andere kant zijn, in dezelfde richting, ja, dan gaat dat flitslicht, dat rode licht, volledig neutraliseren en heb je daar geen probleem mee. Die rode lampjes die worden wel eens gebruikt om ook wel schuwe dieren, bij nachtduiken of zoiets, iedereen kent die mandarijnvisjes wel, die komen niet naar buiten met een witte lamp, dan blijven die lekker binnen. Maar als je een rode lamp hebt, dan zien die niet zo goed en dan zeg je oké, er is niks aan de hand, dan komen die toch uit en kan onze camera focussen en flitsen. Maar dan kan het inderdaad zijn dat dat rode licht aan de kant staat van de schaduwkant en dan gaan we het wel zien. Dus daar is het dan wel interessant dat die uitgaan op het moment dat geflitst wordt. Ja, klopt. Dus, maar voor het gewone licht zal dat niet veel uitmaken. Ik hoor ook veel zeggen, een diffuus licht, dat eigenlijk het meest ideaal is om gaan macrofotografie te doen. Klopt dat? Of wat is diffuus licht juist? Ja, fotografie is natuurlijk altijd het oog van de creator, de fotograaf. Hè. Wat hij er wil mee doen, is zijn zaak. Ik kan alleen maar zeggen wat de effecten zijn. Hè. Dan is het aan de fotograaf om te zeggen, wat wil ik ermee gaan doen. Hè. Ja. Men spreekt van diffuus licht. Wat is eigenlijk diffuus licht? Men heeft eigenlijk twee lichten. Men zegt, ja, zacht licht en hard licht. Hard licht kunnen we allemaal begrijpen. Dat is een spotje in het plafond. Liefst zo hoog mogelijk, met één lichtbron dat schijnt en dat creëert heel scherpe schaduwen. Al het licht komt uit één punt, dat wil zeggen, als het op mijn aangezicht valt, dan tekent dat tegen de achtergrond een heel scherpe schaduw af. Dat noemen we hard licht. En dat komt er altijd als we één lichtpunt hebben. Wanneer we meerdere lichtpunten hebben, of ons lichtbron wordt een grote, zeg maar iets, een TL-lamp, is een lange buis met heel veel lichtpuntjes, ja, dan gaan we heel zachte schaduwen krijgen. Dat is verschil een beetje tussen hard en zacht, en dat is diffuus licht. Meestal voor macro-opnames heeft men niet graag hard licht. Hè? Dat men zegt van oké, ik heb een onderwerp, ik heb een visje gefotografeerd, ja, maar zijn oog aan de andere kant is helemaal zwart, want het ligt helemaal in de schaduw. Ja, dat willen we net niet. Hè? We willen wel wat schaduw, wat zachte schaduwen. En dan hebben we diffuus licht nodig. Hè? Diffuus licht kunnen we krijgen door ofwel met twee flitsers te werken, dan gaan we wel diffuser licht hebben, want dan wordt de schaduwkant ook wat meer belicht. Of met ons flitsers ook zo dicht mogelijk bij ons onderwerp komen. Hè? Like zeg, want als we één lichtbron hebben van hoog, dan heb je een duidelijke lijn waar die zich aftekent. Als we die lamp naar beneden brengen, dan zal die eigenlijk een grote lamp worden boven dat onderwerp en wordt dat ook weer diffuser. Dus flitsers die dichter bij het onderwerp komen, worden vanzelf wat diffuser. Hè? En het monteren van een diffuser plaatje op de flitser? Dat helpt. Maar men heeft ook de ene flitser is de andere niet. En moet altijd kijken naar, als je een flitser aanschaft, als je graag diffuus licht hebt, ja, dan moet je een flitser nemen die van nature of van de bouwvorm al een grote spiegel heeft. Liefst met een ringflitser, dus dan heb je een grote lichtbron, dan is dat diffuus licht. Dan heb ik geen diffuser nodig. Ja. Natuurlijk, je hebt ook van die kleinere flitsers met een klein flitsbuisje in. Ja, daar zul je veel harder licht mee hebben. Hè? En dan wordt er wel eens met een diffuser voorgezet. En zegt dan flitst eigenlijk die flitser tegen dat witte plaatje. En dat witte plaatje gaat dan het licht wat breder verdelen. En wordt het op een grotere oppervlakte uitverdeeld. Ja. Dat helpt zeker. Alleen denk eraan dat je flitser een heel stuk minder krachtig wordt. Hè? Als je een flitser koopt met een grote flitsbuis, een grote spiegel. Ja, die heeft zijn kracht. Zijn maximale kracht wordt diffuus geproduceerd.
Terwijl als je een kleine flitser neemt met een diffuser voor, ja, dan ga je die. Het licht wordt onder een breder hoek uitgesmeerd, maar de kracht wordt een stuk minder. Natuurlijk, ja, logisch. Hè? En ja. Meestal wordt er ook wel wat mee, moet ik het zeggen, wat gesjoemeld. Als je naar die datasheets gaat kijken van bepaalde flitsers, dan gebruiken ze eigenlijk het richtgetal. Wat niks zegt over de hoek, alleen zegt hoeveel licht geeft hij op 1 meter. Welk diafragma heb ik nodig op 1 meter? Dat is geen wat een richtgetal zet. Maar als ik dat natuurlijk op een klein hoopje allemaal gooi, met een kleine hoek, ja, dan heeft hij een sterk richtgetal, maar allemaal op een klein hoopje. Ja. Hè? Ja. En als je dat in die diffuser daar gaat voorzetten, gaat hij dat spreiden over een grote hoek, maar dan zal hij niet datzelfde richtgetal hebben. Nee. Zal dat 5 keer minder zijn, ja. Naar gelang de sterkte van een diffuser. Ja. Hè? Ja. Dus maar meestal in die datasheets, dan vind je een richtgetal. Zonder diffuser wordt het aangegeven, het richtgetal wat het maximaal heeft met die smalle hoek. En de hoek wordt aangegeven met de diffuser op. Mm-hmm. Dat is een best case scenario in beide gevallen. En dan worden die naast elkaar gezet, maar die kloppen niet. Eigenlijk moet je gewoon zeggen, het richtgetal is zoveel met die hoek. En met een diffuser is mijn richtgetal maar zoveel heb ik die hoek. Maar meestal worden best case scenario's naast elkaar gelegd. Dan krijg je natuurlijk een verkeerd beeld. Ja, hè? Klopt. Ja. En dan moet je een beetje mee oppassen. Is dat, ja, dat je weet dat je daar een kracht aan gaat verliezen. Hè? Maar je kan dat compenseren met diffusers en voor macro-opnames. Zeker als je er twee hebt, dan kom je meestal wel toe. Ook met die kleine flitsers heb je niet echt de grote kanonnen nodig. Behalve als je echt heel groot gaat uitvergroten. Ja. En als je dicht diafragmeren, dan heb je toch wel wat krachtige flitsers nodig. Ja. Dan ga je meestal met die kleinere er niet komen. Ja. Zijn er zo nog begrensd licht? Dat is ook zoiets. Dat je vaak ziet terugkomen, wat is dat juist? Ja, begrensd licht is eigenlijk, je gaat de lichtbundel begrenzen. Hè? Want sommigen zeggen, oké, ik wil een brede hoek hebben van mijn flitser, want die flitser wordt ook gebruikt voor breedhoekopnames. En als je dan aan een rif staat met een fisheye lens, ja, die ziet 180 graden, dat is een gigantisch grote hoek. En als je daar een flitser hebt, maar met 60 graden lichthoek, ja, dan zie je twee witte bolletjes op de foto. Dan zeggen ze, nee, ik wil een flitser hebben met een heel grote hoek. Natuurlijk, als je die flitser gaat gebruiken met een hoek van 130 graden bijvoorbeeld, voor een macro-opname, ja, dan gaat dat niet zo een mooie opname worden, omdat je dan in één keer ook de achtergrond even hard gaat mee uitlichten als je onderwerp, waardoor eigenlijk er geen diepte niet meer in de foto zit. En op die manier zei je, oké, zet er een ring over, waardoor je die hoeken naar buiten toe afkapt. En waardoor het licht eigenlijk alleen naar het onderwerp wordt gericht. Dan heb je en diffuus licht, want het heeft niks te maken als je een ring opzet dat je geen diffuus licht meer hebt. Maar dan ga je wel zeggen, de randen die knip ik eraf, die naar de achtergrond zouden kunnen gaan flitsen. Dus dat de achtergrond mag wat minder belangrijk zijn, mag wat donkerder zijn. Ja, ja. Waardoor het onderwerp mooier in beeld komt. Hè? Eigenlijk een beetje te vergelijken met de snoet, die daar tegenwoordig heel populair is om te gebruiken. Ja. Dat is eigenlijk ook een vernauwing dat je gaat toepassen van het licht. Ja, van het daar licht. Ga je heel extreem dan. Hè? Ja. Dus dan ga je echt naar theaterlicht, zoals we dat kennen. Hè? Spotlights aan in het theater, dan wordt meestal één personage in het theater in het licht gezet en alle lichten uit, spotlights aan, zeggen ze. Ja, en dan wordt één figuur uitgelicht. En dat is geen wat we met die snoet ook proberen te doen, natuurlijk. Hè? Ja. En dat is dat we gewoon één smalle lichtbundel hebben en daarmee één bepaald ding of een structuur willen gaan uitlichten en de rest wordt dan vrij donker. Hè? Ja. En daar zie je tegenwoordig ook al vaak technieken dat je een videolamp gebruikt om een bepaalde vaste kleur en vaak wordt er dan zelfs rood of magenta bijvoorbeeld gebruikt om de omgeving krachtig mogelijk te maken. Ja, om de omgeving een bepaalde sfeerkleur mee te geven en dan eigenlijk met de snoet zeer doelgericht een bepaald onderwerp, een naakslakje bijvoorbeeld, ga kunnen uitlichten. En dan krijg je wel heel, heel mooie effecten. En dan ben je inderdaad ook toch wel de achtergrond ermee in aan het betrekken in je macrofotografie. Maar toch blijf je de focus of de kijker, ga je eigenlijk naar het onderwerp zijnde, het naakslakje bijvoorbeeld, toetrekken. Ja. Ja, meestal probeer je een opname te maken met een bepaalde reden. En dus het onderwerp is meestal het belangrijkste. Hè?
En natuurlijk, men kan tegenwoordig, of men is altijd creatief geweest om bepaalde effecten in beeld te brengen. En dat zijn inderdaad van die mogelijkheden, is een snoet gebruiken, want een snoet is dan uiteindelijk flitslicht, hè? Is die 5000 of 4000 Kelvin. Als je daar je onderwerp mee uitlicht, krijgt het de normale kleuren, de correcte kleuren. Als je daar een sterke rood, magenta of welke groene lamp of zo zou gebruiken, ja, die verkleuren helemaal, maar dat kan juist die spanning geven tussen de achtergrond, ja, monotoom kleur en het onderwerp. Heeft de correcte kleur. Maar soms gebruikt men ook wel eens achtergronden met gekleurd papier of zo, of papier of plastic, of zelfs met glinsteren op. Hè. Is dat je met de flitslicht daar reflectie op krijgt die onscherp zijn en zo. Ja. Men doet daar van alles mee eigenlijk om op een of andere manier die achtergrond weliswaar neutraal, maar toch wel een speciaal effect te geven. Ja, hè. Maar dat is dan eigenlijk echt een creatieve manier van macrofotografie, dan gaat het eigenlijk al niet meer specifiek over een bepaald dier in zijn natuurlijke biotoop willen weergeven. Ja, dus maar dan gaat het wilt, hè. Voilà, dan gaat het echt over een creatieve manier van fotograferen, van macrofotografie doen, waarbij je dat je met licht gaat spelen, hè, want daar draait het uiteindelijk fotografie, ja, fotografie 100% is, over. Hè. Met licht spelen en ja, daar de juiste effecten die je wil beogen mee creëren. Hè. Ja. En voor alles heb je voor- en tegenstanders. Hè. Dus sommige mensen vinden dat een foto van een dier moet gemaakt worden zoals die in zijn biotoop zich bevindt. En anderen zeggen, nee, ik wil er wat creatief mee omspringen, speciale effecten. Hè. Ja, oké, goed. Ja. Allebei hebben hun bestaansrechten. Absoluut, absoluut. En hebben hun aanhangers en hun tegenstanders. Ja. Ook zo een onderwerp waar dat tegenstanders en aanhangers van hebt, is het handmatig focussen versus het automatisch focussen. Dat is ook vaak een grote discussie dat er dan ontstaat tussen fotografen onderling. Ook daar weer, hè. Wat is de beste techniek? Het is een kwestie van oefening. Hè. Natuurlijk, het één systeem leent zich beter tot iemands natuurlijke feeling dan een ander. Ik kan alleen maar uitleggen wat de voor- en de nadelen zijn van de systemen. De reden waarom men eigenlijk manueel wil focuseren met een macrolens is gewoon omdat die autofocus vrij moeilijk is te bedienen. Meestal wordt de focus gericht, men kan die focuspunten verleggen. Ik neem persoonlijk het midden van het beeld. Midden van het beeld probeer te focussen op waar ik wil zitten. En als ik gefocust heb en ik hou mijn autofocus lock in, dan blijft hij daar en dan kan ik mijn compositie nog een beetje veranderen en doordrukken. Hè? Dat is zoals ik het gebruik. Maar sommige mensen hebben problemen, want het minste, zeker met wat langere telelenzen, als je het niet stabiel kijkt en je drukt nog eens op die focus, dan schiet hij in één keer naast het onderwerp door en focust hij op wat anders. Ja, dan moet ik weer terugfocussen zodat ik mijn onderwerp weer in beeld heb. Dat kan heel lastig zijn. Ik zelf gebruik geen manuele scherpstelring. Ik gebruik gewoon mijn autofocus lock. Ik zet hem op een bepaalde focus. Ik focus op iets wat ik zeg, ik wil 1-op-1 opname, focus ik en ik lock hem. Of ik zet mijn autofocus af. Dan blijft hij op die positie staan en dan is dat aan mij om dichterbij te gaan te zeggen, oké, nu heb ik hem scherp en dan druk ik af. Ja. Want eigenlijk doe je niet meer. Je kan niet onder water, als men een fotograferen is, nog eens een keer gaan aan die knop draaien om te gaan focussen. Ja, je begint met die camera te bewegen, je bent je onderwerp kwijt, dat gaat niet. Men moet je op een bepaalde positie zetten en dan gaat men voor en achteruit om het te fotograferen. Ja. Maar het vervelende van die nerveuze autofocus, die ben je dan wel kwijt. Ja. En ik persoonlijk gebruik alleen autofocus lock, dan ben ik die ook kwijt en dan schakel ik op zo'n manier over en ik heb niet echt die ring, vind ik niet echt een toegevoegde waarde voor mezelf. Andere fotografen zeggen, ja, maar dan kan ik zelf bepalen, 1-op-1 of iets minder of wat dan ook. Mm-hmm. Helemaal terecht, hè? Maar ik probeer het dan, als ik wat minder wil, dan focus ik op iets wat verder af is en dan zet ik hem dan uit. Hè? Wat ik me nu afvraag, als we het nu over focussen hebben, bestaat er iets als een focus assistant systeem bij fotografie? Je zegt van, ik gebruik mijn focus lock en ik ga dan voor achteruit om dan de scherpte te zoeken. Dat is gewoon puur visueel op het oog. Door uw zoeker kijken, staat het scherp. Je hebt daar geen... En dan dichterbij of verder weg. Je hebt daar geen hulpsysteem in. Zoals bijvoorbeeld bij video heb je wel een soort van een peaking systeem, zoals ze dat bij video noemen. Waarbij dat de delen die scherp zijn,
rood omrand gaan worden. Ja, die heb je ook wel als je met systeemcamera's werkt of zo. Hè? Dus niet de spiegelreflexcamera's. Daar zitten die features ook op. Maar het blijft nog altijd hetzelfde. Hè? Of die mij helpen of niet, ik moet ook dichterbij gaan kijken. Ja, ja, tuurlijk. Hè? Als ik door mijn lenzen kijk en ik zie. Want het voordeel natuurlijk daarvan is, op het moment dat men fotografeert, is een diafragma volledig open. Scherpte, diepte is minimaal. Dat wilde ook wel zeggen, van het minste waar je ernaast zit, is niks meer scherp. Hè? En dan is het soms moeilijk om je onderwerp terug te vinden. Hè? Dan moet je weer terug beginnen te focussen. Waar zat die weer? Ah ja, hier, hop, hop. En dan ah ja, rechts van dat steentje, daar zit die. Ja. Ja, dan moet je de camera gaan zoeken. Ja, hier heb ik die in het midden. En dan probeer je opnieuw scherp te stellen. Ja, ik heb hem terug. Dus dat is wel een heel vermoeiende activiteit. Hè? Ja. Dus daarom dat sommigen zeggen van ja, dat gebeurt mij af en toe. Dus vandaar dat die manuele focus wel willen gebruiken. Dan moeten ze alleen nog maar zoeken en de juiste afstand houden. Ja. Vroeger werd dat wel eens gedaan. Ik herinner me een tijd van de Nikonossen nog. Ja, dan had men ook, ja, daar moest, had men geen spiegelreflex, had men een zoekercamera. Dan keek men eigenlijk parallel langs de lens door. Had men ook parallaxfouten, maar dan had men ook om te focussen, had men zo laserstraaltjes. Die werden dan ingesteld en dan zei je, oké, dat is de afstand waarin dat die scherp stelt. Maar ja, dat is een heel gedoe en ik raad het niemand aan, want een van de belangrijkste dingen om aan macrofotografie te doen, is zorgen dat je zo simpel mogelijk aan fotograferen bent. Want alle lange armen, ik weet niet wat toeters en bellen dat erop staan, dat gaat je alleen maar je opnames bemoeilijken, want meestal die diertjes of die onderwerpen zitten niet bovenop een steen, maar die zitten ergens onderin. En vandaar, probeer alles te minimaliseren. Korte armpjes, de flitsers, dat die je juist kunt bedienen, de poorten zo compact mogelijk. Maar de rest, niks toeters en bellen, geen trace onder de camera, want je stoot overal tegen. Niet alleen slecht voor de natuur, maar ook nog eens slecht voor je opname, want je kan niet in die hoek geraken dat je wilt zitten. Ja, dat klopt. Dus, dat klopt, dat is inderdaad een goede opmerking. Want inderdaad, wat we straks ook al zeiden, flitsers zo kort mogelijk proberen tegen je onderwerp te brengen. Er zijn merken van onderwaterhuisfabrikanten die daarop inspelen en dan ook hun poorten gaan aanpassen daarin, hè, om dat specifiek te kunnen voorzien, dat je eigenlijk met je flitsers zeer kort bij kan komen bij je poorten in feite. Hè. Ja, eigenlijk, en dan ik had die... hier eentje klaargezet. Ja. Hier is eigenlijk zo'n konische poort. Een normale poort is eigenlijk gewoon rechtdoor. Ja. Dat wil zeggen, je hebt een groter frontglas, maar natuurlijk, als je hier zo dichtbij een paar centimeter van dat frontglas komt, ja, dan krijg je die flitsers er bijna niet meer bijgezet om dat onderwerp nog langs voor te belichten. Dus een konische poort kan dan wel helpen, is dat ja, als je onderwerp hier is, dat je die flitser er nog altijd hier opzij kan bijzetten, dan flits je nog altijd frontaal. En wordt het ook allemaal wat makkelijker om te benaderen. Ja. Die flitsers zitten anders weer een stuk verder, weer minder diffuus licht. Hoe korter bij, hoe meer diffuser het licht, hoe zachter de schaduwen, hoe zachter het licht. Hè. Ja. Ja, en dan zijn dat wel makkelijk. En dikwijls heb je ook dat je van voor nog diopters kunt opzetten. Ja, dan ben je heel flexibel om te zeggen, ik heb een heel klein onderwerp, ik klik er nog een diopter bovenop. Ja. En dan met de flitsers ernaast kom ik er gemakkelijk bij. Ja. Ja. Wat ook om even terug te komen, zoals we daarnet zeiden, hè, de voor- en tegenstanders van iets, manueel of automatisch focussen, maar dat geldt dus ook bij het manueel flitsen of het TTL-flitsen. Ja, dat is ook iets waar je iets van kan over zeggen. Er zijn er die zweren bij TTL, maar er zijn er ook bij die zeggen, nee, voor mij alles manueel. Elk zal zijn voor- en zijn nadelen hebben, vermoed ik. Ja, klopt. Ik zelf persoonlijk ben een grote voorstander, zeker voor het macrofotograferen van TTL-flitsen. Om de eenvoudige reden, de lichthoeveelheden, zeker als je in dat bereik van 1 op 1, soms 2 op 1 gaat, ja, dan kan een klein beetje dichterbij of verder weg al een stopverschil maken, waardoor je zou moeten schakelen met die flitser. En iemand gaat beginnen schakelen aan die flitsers, harder en stiller zetten. En dan vind ik TTL wel heel handig. Hè. Hoef je daar niks van aan te trekken, is het altijd goed in het bereik. Hè. En dan dat kleine meer of minder licht kan men nog altijd compenseren in Photoshop, hè, of Lightroom. Ja, Lightroom. Kan men nog altijd wat bijwerken. Tegen als je
Dat manueel moet doen, ja, dan moet je inderdaad juist weten maar waar je bezig bent. Natuurlijk fotografen die dag in, dag uit fotograferen, die doen dat blindelings. Hè. Mm-hmm. Die weten ook met die poort, op, en mijn flitser staat op zoveel met dat diafragma. Die zijn daar heel bedreven in. En die mensen hebben waarschijnlijk geen TTL nodig. Maar ik vind TTL wel gemakkelijk, omdat het echt een perfecte belichting geeft voor de macro-opnames. Ja. Hè. En... als je het niet wilt gebruiken, hè, voor degenen die niet zoveel oefenen, je zegt, ja, maar want er zijn niet veel TTL-flitsers, onderwaterflitsers. Vandaar moet je het meestal met een manuele flitser doen, of een analoge flitser, die moet je manueel gebruiken, want die werkt, die heeft geen TTL-signaal, of geeft geen digitaal signaal, waardoor dat die niet communiceert met die camera. Moet je manueel gaan. Maar dan raad ik aan, gewoon om een beetje te oefenen, voordat je effectief een onderwerp gaat zoeken. Als je onder water komt, doe de eerste testflitsen wat op ergens een stukje steen of wat dan ook. Eigenlijk heb je geen onderwerp nodig. Pak gewoon ergens een steen en zeg, oké, ik ga proberen op die afstand waar ik nu foto's wil maken, 1:1 of 1:2 of wat dan ook. Zet die flitsers goed, dat je het licht goed ziet. Maak een paar opnames, zeg, oké, goed, het is overbelicht. Dus de flitser iets minder zetten. En op die manier kan men heel snel zit men in de juiste richting. En dan kan men eigenlijk met een gerust hart gaan duiken en zeggen, oké, nu zit ik in de buurt. En als je het gevoel hebt, ja, ik moet veel dichterbij komen. Ja, dan kan je dan compenseren. Hè. Dan kan je zeggen, oké, meer of minder, naar gelang welke beweging dat je maakt. Hè. Ja, ja. Kan je ook iets zeggen over de compositie? Tips rond compositie bij macrofotografie. Dan denk ik aan de positie van het onderwerp. Hoe naturel moet een onderwerp of kan je een onderwerp in beeld brengen? Heb je daar tips voor? Eigenlijk het belangrijkste is, ja, je zegt het zelf, naturel. Hè? Wat is naturel? Dat dier moet zich op zijn gemak voelen. Hè? En meestal is dat bij macrofotografen die niet zo'n geduld hebben... is dat meestal niet. Hè. Die willen snel naar een oplossing. Dat diertje moet snel in positie gaan zitten en dan worden foto's gemaakt. En dan, als je er te brusk mee omgaat, hè, dan gaan die diertjes, je gaat dat effectief zien. Goeie macrofotografen, dat zie je dadelijk aan de foto's. Dat diertje ziet er heel ontspannen, rustig uit. En dat heeft vooral te maken met het geduld. Hè. Men moet voor macrofotografie vooral geduld hebben. De goede en de slechte macrofotograaf herkent men aan het geduld wat hij heeft. Ja, men ziet iets, het is een mooi onderwerp, het zit goed, wat dan ook. Ja, mag je gerust een hele duiken op spanderen. Dus maar, je moet het geduld hebben. Ik wacht tot hij zo zit. Ja, flitsers moeten goed zitten. En ook het patroon van het diertje is heel wel belangrijk. Hè. Dikwijls zie je visjes die rondzwemmen, maar die komen toch altijd op een bepaalde positie wel terug. Dan een kwestie van, ik ga me hier goed installeren en dan kijken van, oké, dadelijk komt hij terug. En dan ga ik mijn opname proberen te maken. En dan gaan we wachten tot die diertjes op een natuurlijke manier in beeld komen. Maar heel belangrijk is ook, net zoals een portret van een mens, als we een foto maken van een persoon, dan kijkt ofwel die persoon recht in de camera, is die betrokken met degene die de foto maakt, ofwel kijkt die naar een onderwerp. Hè? Maar niet zomaar doelloos wegkijken, dan daar scheelt wat aan zo'n beeld. Hè. Dat vinden wij niet heel naturel. Hè. Vandaar is eigenlijk ook de timing die je moet hebben. Oké, het diertje kijkt in de camera of kijkt naar een ander diertje. Als je dat geluk hebt om dat gaten te slaan, ja, dan moet je juist aanvoelen. Hoe moet hij erin zitten? Maar een goede tip, probeer dat het diertje altijd in de camera kijkt. Het is altijd een sterk beeld. Ja. Hè. En dan wachten, kijk, bam, maak je die foto. Daar moet je geduld voor hebben. Ik zeg, het is niet makkelijk. Ik heb het hier snel uitgelegd. Maar als je daar ligt en je moet hier nou de focus vast zien te houden, de compositie, de flitsers. Ondertussen moet je nog wel een beetje ademen. Hebben we in een andere aflevering eens verteld, ja, hoe kunnen we ons goed uittrimmen? Dat is niet zo makkelijk, hè. Want als we uitademen, gaan we zinken. Als we inademen, gaan we stijgen. Ondertussen zitten we door in die camera te kijken. We zien alleen een zoeker. We hebben geen gevoel meer van wat rond ons allemaal gebeurt. Dus in die zin is het niet zo makkelijk om dat geduld uit te oefenen. Omdat sommigen zeggen, pop, ik heb de foto en ik heb het er niet voor over. Nee. Maar iemand die het er wel voor over heeft, die kan wel een verschil maken. En dat zie je aan het onderwerp. Het onderwerp ziet er heel relaxed uit en dat zijn mooie foto's. Ja. Ja. Maar je moet er geduld voor hebben en trainen. Dan met dat ademhalen en zien dat je alles goed onder controle hebt. Dan lukt dat. Maar macrofotografie is heel veel trainen om de techniek in de vingers te krijgen. Hè? Ja, ik denk dat dat inderdaad waar is, dat macrofotografie iets is dat je heel veel moet doen en dat je
inderdaad heel veel geduld voor moet hebben en dat je ook een stukje wel wat moet geïnteresseerd zijn in de biologie van de onderwaterwereld waar dat we gaan fotograferen, want het is inderdaad het diertje, het gedrag van het diertje, dat op zich ook wel mee gaat bepalen hoe goed dat de foto is uiteindelijk. Hè? Want dat je dat diertje goed kan inschatten en dat je weet hoe dat zich gaat gedragen, ja, dat kan je er ook op in gaan inspelen. Dus dat zijn toch wel belangrijke tips inderdaad om goede macrofotografie te doen. Ik zou nog graag twee technieken willen aanhalen. We zien vaak ook van die macrofoto's van een bijvoorbeeld een naakslak met een volledig zwarte achtergrond. Mm-hmm. Dat heeft te maken met hoe dat je dat gaat uitlichten. Dat heeft ook te maken met je diafragma. Kan je dat eens een klein beetje een uitleg rondgeven hoe dat je zo'n soort van techniek succesvol kan toepassen? Ja. Een van de grote voordelen van macrofotografie is dat men dat zelf kan kiezen. Bij breedhoekopnames in daglicht kan men geen rif fotograferen met een zwarte achtergrond. Dat is onmogelijk. Hè? Men heeft altijd veel licht en men krijgt dat zelfs met het kleinste diafragma krijgt men dat niet weg. Hè? Mm-hmm. Maar binnen macrofotografie, doordat we zo ver gaan uitvergroten en al het diafragma gaan dichtknijpen, komen we wel aan die grens waarin we eigenlijk in klaarlichte dag een foto kunnen maken van een vis met een pikzwarte achtergrond. Hè? Dat komt er gewoon door dat we, ik zeg, sterk vergroten, sterk diafragmeren. En als we dan nog eens de sluitertijd aan minimale stand houden, dat er minimale achtergrondlicht bij komt, dan hebben we uitsluitend eigenlijk flitslicht nog over. Dan zeg ik, de meeste camera's hebben een snelste synchronisatie, een 125ste. Als je 125ste sluitertijd neemt en dan voor de rest je diafragma dicht doet, dan heb je meestal wel een zwarte achtergrond. En dat zijn dan die foto's van een vis uitgelegd, frontaal, portret of zo, met een zwarte achtergrond of een visje wat ergens op een steen zit. Ja. En de achtergrond wordt gewoon pikzwart, alsof het in een nachtduik gefotografeerd is. Hè? Maar het heeft niks te maken met de positionering van je flitsers. Ik bedoel, nee, dat je flitsers meer... Ja, natuurlijk, als je de flitsers ver weg zet, ja, dan... De flitsers moeten het verschil maken. De kracht van de flitsers in combinatie met het duizenden keren minder licht op de achtergrond maakt ervoor dat dat zwart is. Hè? Natuurlijk, als je flitsers heel ver gaat zetten, ja, dan ga je dat effect ook niet krijgen, want dan zul je je onderwerp, als je goed wil belichten, toch wel een lange sluitertijd, voor flitslicht niet, voor zal je een ander diafragma moeten kiezen. Ja, dan kom je ook dat de achtergrond langzaam in beeld komt. Hè? Ja, ja. En in die zin is het gewoon, ga voor het maximaal diafragmeren en de vergroting. En dan de sluitertijd zet die aan een minimale sluitertijd die je kan kiezen voor je camera. En dan kan je die opname maken, heb je een perfecte zwarte achtergrond. Ja. Wil je dat niet, ja, dan is het een kwestie van diezelfde opname maken. En dan kan je die sluitertijd langzaam hoger en hoger gaan. Langer, hè, van 125ste, het 60ste, een 30ste, een 15e, een halve seconde en zo verder. Ja, dan ga je meer en meer achtergrondlicht krijgen. Hè. Ja. Maar dat kan dus ook. Hè? Dezelfde opname maken, het flitslicht zorgt ervoor dat het onderwerp perfect belicht is. En doordat die lange sluitertijd, want eens het flitslicht zich helemaal uitgeflitst is, ja, dan is het over en uit. Hè? Maar de sluitertijd blijft dan nog, je gordijn blijft nog een tijd openstaan en daar komt licht van de omgeving binnen. En die zorgt dat de achtergrond dan een lichtere en lichtere tint krijgt. Hè? Hoe langer we die sluitertijd nemen, des te helderder wordt de achtergrond. Hè? In Zeeland groen en in tropen blauw. Hè? Ja, maar wel met het risico dat je meer bewegingsonscherpte gaat kunnen hebben dan. Niet altijd. Hè? Dus je moet wel beseffen, als je een 1/15 gaat fotograferen, ja, dat je dan vrij stil moet zijn en niet op de knop moet drukken, want dan zal dat inderdaad wel bewegingsonscherpte geven. Hè? Dus men moet dan die foto vrij stabiel klak maken. Dan, ja. Doordat men geflitst heeft, het onderwerp zit meestal toch in vergelijking met de rest op een wat donkere plaats. Dan ga je er meestal niet zoveel van merken. Zelfs heb je een beetje bewegingsscherpte, zal dat vooral in de achtergrond zijn. Het onderwerp is perfect belicht door de flitser, heeft zijn contouren. En hetgeen wat van achterkant komt, is niet zo afgetekend. Oké. Als allerlaatste puntje, een techniek die je de laatste paar jaar eigenlijk toch al meer en meer ziet gebeuren door onderwaterfotografen toegepast worden, is de fisheye macro. Mm-hmm. Fisheye fotografie, dat is heel duidelijk. Dat is
ja, zo breed mogelijk. En ja, je kan eigenlijk inderdaad met je fisheye lens praktisch tot tegen het onderwerp komen. Fisheye macrofotografie, als ik het dan gewoon ga logisch doorredeneren, ja, dan is het eigenlijk macrofotografie gaan doen waarbij dat je heel dicht op je onderwerp kunt komen, maar eigenlijk ook heel veel van de omgeving mee kan fotograferen. Ja, dat is het grote voordeel. Men kan dat eigenlijk alleen maar doen met een fisheye lens. Hè? Omdat het is de enige lens die het eigenlijk toelaat om zo dicht bij een onderwerp te komen. Een andere beeldhoeklens, zelfs met tussenringen of wat dan ook, ja, kan je ook wat dichter komen, maar dan krijg je meestal dat effect niet. Hè? Mm-hmm. Maar een fisheye lens die laat het inderdaad toe om bijna tot tegen het glas van de lens te scherp te stellen en een foto te maken. Alleen als je dat onder water wilt gaan doen, dan moet je ook zo'n heel klein doomglaasje hebben dat onder water dat effect ook heeft. Hè? Maar als je een iets of wat groter doomglas hebt, ja, dan raak je er zo dicht niet bij en dat effect gaat heel snel weg. Hè? Als je bijna tegen het glas hebt, zeg je wauw, zo'n klein diertje staat er beeldvullend in en ik zie een deel van de achtergrond, maar als al 2 of 1 centimeter achter was, dan is dat diertje al 10 keer kleiner geworden. Hè? Dus in die zin, het effect is alleen maar maximaal als men een heel klein doomglaasje heeft. En dan moet men onder water er ook heel dichtbij komen. Hè? Mm-hmm. Dus zo op bijna tegen het glas. Hè? Dus op een centimeter is al vrij ruim. Hè? Ja. En dan moet men zijn compositie maken, die flitsers er nog bij hebben, want dan heeft men wel achtergrondlicht en dan moet men wel rekening houden met, want dan kan men geen foto maken met een zwarte achtergrond, want dat gaat weinig effect hebben. Hè. Dan zit er zo'n diertje die wat vervormd is en dan met een zwarte achtergrond, ja, dat heeft helemaal uit verband getrokken worden. Maar die opnames maakt men meestal als men zegt van oké, ik wil een garnaaltje op een zeester zien of wat dan ook, ja, dan kan men inderdaad dat garnaaltje wat beeldvullend krijgen en toch die zeester op de achtergrond ook in beeld brengen. Ja. Dan ziet men eigenlijk het kleine diertje in zijn omgeving of in het biotoop waar die thuis hoort. Hè. Ja. Wat men ook kan doen is bepaalde een oog van een vis of zo daarmee fotograferen. Dan krijg je ook een heel vervormde onderwerp. Dat geeft ook wel speciale effecten hè, die dan wat creatief kunnen uitgebuit worden. Maar oké, goed, het is aan de fotograaf om die contrasten te zoeken, ja, en daar iets mee te doen. Hè. Maar het is ook niet zo gemakkelijk, men moet ook weer heel dichtbij komen, die flitsers, want we moeten zien dat die flitsers niet in beeld komen, hè, want fisheye is 180 graden. Hè. Dus, en ik moet toch dichtbij komen, als ik dat zo zou gaan doen, zoals in mijn macrofotografie, dan gegarandeerd gaan mijn flitsers in beeld komen. Hè. Mm-hmm. En dat willen we ook niet, want dan hebben we 2 witte bollen in beeld. Ja. Hè. Dus die moet ik dan toch een beetje naar achter, maar niet te ver naar achter. Ja. Het is ook weer veel oefenen. Hè. De techniek is vrij simpel, maar het is ja, de manier zoeken wat geeft het beste effect. Hè. Zoals bij alles, hè. Oefenen. Maar ja, het is niet hetzelfde techniek dan, ja, en ik weet niet hoe dat het noemt, ik kan het alleen maar uitleggen wat het is. Dat is die lange lenzen die je als voorzetlens op je poort zet van voor, vaak echt soms 30 centimeter lang. Nog langer ook. En nog langer. Is dat dezelfde soort techniek of is dat nog iets anders? Want dat is ook een soort ja, van... dat is eigenlijk een lens die zo gemaakt is. Hè. Dat is eigenlijk ook een soort fisheye lens. Maar doordat die zo ver van eigenlijk de camera afgebracht wordt, heeft dan die de vergrotingsfactor. Het voordeel is dat die veel meer scherpte diepte heeft dan een standaard fisheye lens. Omdat het eigenlijk een klein lensje is. He, alles is een verhouding. He. Als je een telefoon heeft ook een lensje, dat is dan veel kleiner en toch is dat een breedhoeklens. En als je groter gaat, heb je diezelfde lenzen worden dan groter en zo verder. En eigenlijk is dit hetzelfde. Men gaat het lensje proberen zo klein mogelijk te maken, he, om zoveel mogelijk scherpdiepte te hebben. En dan gaat men een vrij lange afstand nemen ten opzichte van de camera om dat dan uit te vergroten. Okay. En daar komt het eigenlijk zo'n beetje op neer. En dan verkoopt men daar ook de bijhorende poorten voor, zodat men die lens kan gebruiken, ja, ja, onder water. Maar persoonlijk vind ik het niet zo een groot verschil met het goed gebruiken van een fisheye macro. Ja, oké. Okay. Dankjewel, Geert. Een uur lang over macrofotografie. Ik denk dat we nog wel het een en ander, ik denk dat we nog zo gemakkelijk nog een half uur tot een uur kunnen verder erover praten. Ja, er komt heel veel bekijken. Hè. Maar ik stel voor dat we dat gaan houden voor een volgende aflevering van onze podcast. Vast. Ik vond het super interessant. Ik heb ook zelf heel wat jaren gefotografeerd. Dat is ondertussen al wel wat jaren geleden dat ik dat nog gedaan heb. Ik ben nu veel meer met video bezig, maar
Ja, het is toch wel eens leuk om zo wat dingen terug opgefrist te krijgen. En ik heb mezelf ook toch weer al wat dingen van opgestoken. Dus ik ben ervan overtuigd dat ook onze luisteraars, zowel de beginnende fotograaf, de iets gevorderde fotograaf, maar de niet-fotograaf allicht ook. Ik denk dat, dat er daar toch wel mensen of luisteraars kunnen bij zijn die dan getriggerd zijn om ook te gaan beginnen met fotografie. Want inderdaad, zoals je zegt, macrofotografie is een zeer dankbare tak van de onderwaterfotografie om mee te starten, omdat je daar eigenlijk zeer snel heel mooie resultaten behaalt. Ja, het is een minimale investering met toch heel bijzondere effecten. Hè? Ja. Iedereen is daar altijd benieuwd naar macro-opnames en je kan er creatief en toch heel mooie resultaten bij neerzetten zonder heel veel techniek te gebruiken, maar te veel te oefenen. En, ja, absoluut. Helemaal mee eens. Geert, als mensen moesten vragen hebben rond deze aflevering, rond macrofotografie of over het kopen of aanschaffen van materiaal om te gaan aan de slag te gaan met macrofotografie, waar kunnen ze jou vinden of hoe kunnen ze jou contacteren het makkelijkst? Ja, het eenvoudigste via ons e-mailadres, dat is info@mes-bvba.be. Ja, en uiteraard ook de website mes-bvba.be. Dankjewel Geert voor deze zeer interessante aflevering. We gaan afsluiten. Graag gedaan. Ja, ik vond het heel tof. We gaan afsluiten met een terug een visje datje van Thomas van Puinbroek. Ook onderwaterfotograaf en ook zeer bedreven in de macrofotografie. Zoals elke aflevering sluit hij af met dus een visje datje, een leuk weetje over een bewonertje in de onderwaterwereld. Ik wil dan tenslotte nog onze luisteraars bedanken en onze kijkers die op YouTube kijken, want er zijn er ook steeds meer en meer die dat doen. Ik wil onze luisteraars en onze kijkers dus hartelijk bedanken om terug naar onze podcast te luisteren. Wil je ons volgen? Heel graag. Volg ons op Facebook en Instagram. Maar vergeet zeker ook niet te kijken op onze YouTube-kanaal en daar te abonneren. Dan krijg je altijd een melding als er een nieuwe aflevering is. Ten slotte, als jullie ons willen steunen of helpen en jullie zijn enthousiast over onze podcast, maak zeker reclame bij jullie duikvrienden over deze podcast. Altijd leuk om te zien dat elke aflevering steeds meer en meer mensen naar onze podcast luisteren. Dus we zitten volop in de groei. Maar ik zeg het, reclame maken kan nooit geen kwaad. Dus ten slotte wil ik ook nog graag iets aankondigen. We gaan op 29 mei onze 20ste aflevering opnemen van de podcast. Dat gaat een speciale aflevering worden, waarbij dat we met ons voltallige panel een livestream gaan doen, rechtstreeks vanuit Todi. We gaan echt letterlijk met het hele panel en onze podcast opstelling of materiaal naast het water zitten. We gaan ook een aantal heel toffe gasten hebben die met een heel toffe onderwerpen iets komen vertellen. Dus 29 mei vanaf 19 uur 's avonds live op onze Facebookpagina en op ons YouTube-kanaal. De livestream podcast van de Polygon Seahorse met dat voltallige panel. Dus zeker iets om naar uit te kijken. Tot de volgende keer, Geert. We zien elkaar sowieso de 29e. Maar uiteraard gaan we elkaar zeker en vast ondertussen nog vaak horen, hè. Tot de volgende. Okay. Bedankt. Tot de volgende. Oké. Okay. Bye bye. Bye-bye. Ciao. Hey allemaal. Vandaag gaan we het over snotolven hebben. Het is volop snotolvenseizoen. Iedereen heeft er hopelijk wel al eens eentje gezien. Maar er zijn toch een aantal dingen die nog niet zo bekend zijn over dat prachtig beestje. Dus ik hoop dat ik dit vandaag aan jullie kan leren. We gaan twee dingen vertellen. Van waar komt de naam snotolf? Eigenlijk heel simpel. Het wordt ook wel doosvis, boksvis, lompvis enzovoort genoemd. Daar gaan we niet over uitbreiden. Vandaag hebben we het over de snotolf. Waar komt die naam vandaan, zeggen ze? Als de vissers snotolven vangen en ze snijden die open, helaas voor de kuit. Want snotolven worden gevangen voor de lompvis-eitjes. Die kennen we allemaal in de potjes in de winkel. De goedkope kaviaar. Alsjeblieft, koop dat niet. Dat is niet fijn voor die beestjes. Die vrouwtjes worden gevangen en er wordt uitgeperst. Die eieren gaan eruit. Allee, niet leuk. Dus als je het kan vermijden, koop dat alsjeblieft niet. Maar dus als ze die opensnijden, dan zien ze heel veel snot in de maag zitten.
En wat is dat nu? Snotolven die eten heel graag kwalletjes. Je moet er maar eens op letten. Zeker nu in deze periode zitten er drie op een bepaalde duikstek heel dicht bij elkaar, waar dat heel veel kwalletjes passeren. En die lusten dat fantastisch graag. Zo die kleine druifjes, ik noem ze de disco-kwalletjes, de zeedruifjes. Als er zo eentje voorbij zwemt, dan zie je die ogen van die snotolven zo. Oh, en dan pakken ze dat heel tof. Dus vandaar eigenlijk een beetje de naam snotolf. Het tweede wat ik wil vertellen, dat gaan de meeste duikers wel al gezien hebben. Aan de onderkant van de snotolf van de buik zit een hele grote zuignap. En die dient om zich te kunnen vastzuigen in de stroming. Want sommige dieren die leven echt wel in stroomrijke gebieden. En ja, als je je nest wilt verzorgen als mannetje zijnde, dan moet je natuurlijk heel goed in de buurt kunnen blijven. En de hele tijd moeten zwemmen is super vermoeiend. Dus hop, zuignap. En die zuigt zich gewoon vast aan de bodem. Heel gemakkelijk. Voilà, tot de volgende keer.